Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Kalle Wolters. En vandaag gaan we het over supplementen hebben. En vooral in de benadrukking creatine. Wat is creatine eigenlijk? Daar ga ik jullie meenemen en daar ga ik jullie de ins en outs meegeven over creatine. En eventueel nog een andere supplement. Misschien ben je al een poosje bezig met sporten. Of ben je maar net begonnen met sporten. En wil je toch creatine gebruiken en zoveel over gehoord of gelezen, maar geen idee wat het doet. Wil ik erbij hier een handje helpen. Creatine wordt gemaakt 1 à 2 gram in het lichaam. En dat wordt in de alfaskier, nieren en de lever gedaan. En daaruit gaan de aminozuren weer aan het werk. Creatine zit trouwens ook in vlees of in vis. Maar als je daar niet voldoende van binnenkrijgt, of je moet er heel veel van eten, is een supplement een ideaal attribuut om dat in te nemen. Maar wat doet creatine eigenlijk? Creatine dat bevordert jouw prestatie op krachttraining. Dus dan ga je nog meer reps kunnen maken, waar je dus meer progressie in gaat boeken. En dat is wat uiteindelijk de meeste mensen willen bereiken in de sportschool. Kun je eigenlijk zomaar beginnen met creatine? Jazeker, als je dat gaat aanschaffen bij een bepaalde webshop, kun je dat zo binnen een dag mee aan de gang gaan. Maar je hebt wel een bepaalde laadfase waar je aan moet houden om beter resultaat daarin te kunnen krijgen. Als je de eerste 5 of 7 dagen, 4 keer per dag ongeveer 3 à 5 gram creatine verspreid over de dag inneemt, gaat het beter werken als je de hele week gelijk begint met ongeveer 3 à 5 gram wat je standaard nodig hebt. Dus je hebt eerst een bepaalde laadfase van 5 à 7 dagen, 4 keer, laten we zeggen, 5 gram inneemt, dus over een hele dag 20 gram. En als we dat hebben gehad, de laadfase, ga je dus 5 gram innemen. Om het je nog moeilijker te maken, zijn er ook verschillende soorten vormen van creatine. Maar omdat sommige van de creatine niet heel bekend is, zou ik toch gaan voor de creatine monohydraat. Dat is de meest onderzocht en dat is dus het meest veilige. Dus dan zou ik die gaan kiezen. Dan gaan we nu de feiten en fabels nog even belangs, wat vaak voorkomt en toch veel vraag naar is. Wanneer moet je het innemen? Dat maakt niet uit. Dus ook al neem je het 's ochtends, 's middags of 's avonds, je moet het in ieder geval innemen. En wat ik net zei, dus als je net begint, is het dus een hoeveelheid meer dan als je een week verder bent. Kaalheid is ook totaal een fabel, dus dat is niet waar. Als je bijvoorbeeld maagpijn hebt en je bent daar gevoelig voor, ja, de kans is heel klein inderdaad dat mensen dat hebben, maar die kans is natuurlijk wel aanwezig. Dus dat moet je wel onderzoeken, dus als je creatine inneemt, dat het natuurlijk meer aanmaakt dan het lichaam zelf, moet je dat even gaan nakijken als dat effect heeft op jouw lichaam. En dat is dus wel even belangrijk om te weten. Wil ik nog met jullie één supplement benadrukken. De eiwitpoeder, wat ik zelf regelmatig neem, bijvoorbeeld 's ochtends bij mijn ontbijt of als ik een workout heb gehad. En dat is vooral bij de bulkfase om dat extra eiwit binnen te krijgen en dus ook het aantal calorieën wat in een scoopje zit. Het hoeft natuurlijk niet. Het zit natuurlijk ook in voeding. Dus als je inderdaad wat jonger bent of misschien wat minder geld te besteden hebt, kun je het ook uit voeding halen wat ik net zei en hoef je dus dat niet aan te schaffen. Dus voor creatine net zo, dus het maakt het wel in het lichaam maakt het wel aan. Maar om nog wat beter resultaten te kunnen en willen boeken, zou ik het wel aanschaffen. Hopelijk heb je er weer wat aan en hopelijk heb je weer wat van geleerd. Als je nog andere supplementen wat van wilt weten, laat me het weten. En dan was dit alweer het einde van de video en hopelijk zie je de volgende keer weer.